Hallo kijkers van dit kanaal, mijn naam is Jochem en tof dat jullie allemaal kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival 2019 hier op dit kanaal. Het is aflevering 24 volgens mij alweer en dat betekent dat over twee afleveringen we alweer op de helft van dit seizoen zitten. Oh mijn god, we zitten alweer bijna op de helft van dit seizoen en ook op de helft van 2019. Het gaat zo enorm snel, in ieder geval. Wij zijn hier in Minecraft zoals jullie kunnen zien en de vorige aflevering had ik natuurlijk een vraag van hoe kun je op je pickaxe en je tools je durability zien, dus dat je ziet wanneer ze stuk gaan. Dat had ik de vorige aflevering gevraagd en Wietse heeft daarom ook een comment achtergelaten en dat is namelijk deze comment. Drush. En hij zegt durability is volgens mij F3H of F3G. Nou, ik ga eventjes kijken. F3G. Ik zie nog niks gebeuren. F3G. Oh, het is niet F3G. Want F3G, dan zie je de chunk borders. Oh, dit is trouwens best wel nice om te weten. Dat F3G is dus chunk borders. Dan kun je dus zien waar de chunks zitten. En dan kan je bijvoorbeeld ook een slime farm maken. Dat is best wel grappig. Oké, dus dat is het niet. F3G is het niet. F3H. Volgens mij is dit hem. Ja, dit is hem. Thanks, Wietse. Het is dus F3H. Dat werkt dus. Dus nu kunnen we ook, zoals jullie kunnen zien, onder de attack damage staat durability. Bijvoorbeeld bij mijn zwaard is het nog 806 van de 1561. Dat is best wel nice, want dan kan ik ook bij mijn boog zien wanneer die stuk gaat. Kijk, ik kan nog maar 102 keer schieten met mijn boog voordat die stuk gaat. In ieder geval, we zijn bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival aangekomen. En voor deze aflevering, ja sorry, de gast is er niet. Die is de volgende aflevering echt. En dat meen ik, want hij zou er eigenlijk deze aflevering zijn. Maar gisteren wouden we gaan opnemen en er waren problemen. Want ik was namelijk super moe van het werken. En daardoor konden we dus zeg maar niet opnemen. Of tenminste, ja, hij kon wel, maar ik was echt super moe. Dus daarom hebben we het niet gedaan. Dus volgende aflevering is hij er wel. In ieder geval, voor deze aflevering, ik weet niet wat hierin zit. Hier zit allemaal shit in. Oké. Voor deze aflevering gaan wij daarachter. En ik hoorde volgens mij een zombie. Nee, oké. Voor deze aflevering gaan we daarachter de bergen weghalen. Want ik wil hierachter natuurlijk een dorpje maken. En ik wil zeg maar niet van die hoge bergen erin hebben, zeg maar. Dat is een beetje naar als je huisjes en zo gaat bouwen. Dus dan gaan we ook gewoon deze aflevering lekker allemaal bergjes weghalen. Dat gaat best wel lang duren. Ik heb een diamond schep. Dus dat gaat wel al wat sneller. Ik heb helaas geen geëchante diamond schep. Maar ja. Ik denk dat ik hem gewoon zo hoog maak als deze laag. En dan lager, zeg maar. Dus ik ga niet per se hier zo blokjes plaatsen, maar ik laat gewoon lekker deze. Dit is het maximale hoogte die er is, aangezien deze hoogte ook dit huisje staat. En dan kan ik misschien weer een keertje een aflevering met Stefan opnemen, waarin wij huisjes gaan bouwen. Want hij is best wel goed in huisjes bouwen. En dan kan hij mij misschien ook een beetje uitleggen hoe wij het beste dit soort huisjes kunnen maken. En dat wordt dan misschien nog best wel vet. En de vorige aflevering hebben we natuurlijk ook wel twee koeien verzameld. En twee lama's, die er natuurlijk de vorige keer spanden. Dat is ook best wel nice voor in de village. Voor in het dorpje dus, zeg maar. En mijn geluid stond weer uit zo. Het geluid staat nu weer aan. Kijk, hier zijn die twee koeien dus. In ieder geval, ik ga deze bergjes weghalen. Ik ga dat ook weghalen. En ik ga het even speed-uppen. En misschien doe ik tussendoor wel eventjes een praatje dat ik eventjes iets ga zeggen of zo. Maar laat ik gewoon lekker gaan speed-uppen.
Zo, ik heb de eerste berg al weg. Dat is deze berg. En er zat dus ook blijkbaar weer een soort van, ja, water shit onder. Dus hier kunnen we misschien wel een soort van waterpoel maken of zo. I don't know, misschien een soort van, ja, ik weet niet, iets van een watermeertje of zo met een huisje daarnaast, een vishuisje. Waar hier dan allemaal vis in zit en dat soort shit. Dat is misschien wel grappig. Ik ga in ieder geval even terug, want het is nu nacht en ik wil eventjes gaan slapen. Dus dat gaan we nu eventjes doen. Waar ik over nadenk. Yep, ik krijg weer echt superveel dirt. Dus misschien moeten we in plaats van, want we hebben wel een dubbel chest hebben we daar zo in de chest room waar dirt in zit. Maar misschien moeten we nog even een extra plekje maken waar we dirt in kunnen doen. Want anders, ja, ik denk dat we echt veel te veel dirt hebben. Want we hebben ook nog steeds dirt daarboven, zeg maar, bij de farm staan in een kist als het goed is. Of misschien zelfs nog wel twee kisten. Dus ja, we hebben echt enorm veel dirt. Dus daar moeten we misschien nog even iets voor gaan fixen. In ieder geval zometeen denk ik ook nog dat wij eventjes dit allemaal gaan oplichten met torches. Misschien wel even belangrijk. Ik denk dat ik dat wel in de nacht doe. Aangezien in de nacht dan kunnen we ook goed zien waar het zeg maar donker is. Kijk, dit laat ik nu gewoon allemaal staan. Oh, hier zit nog hout in blijkbaar. Dat haal ik even weg zo. Dit is allemaal goed. Oh, kak. Kakzooi. Nou, dat wordt weer lekker omhoog bouwen. Ik haal dit dirt later wel weg. Weet je, als wij een beetje bezig zijn met dit zeg maar mooi maken, dan haal ik dat dirt wel weg. Zo. Dan gaan we nu denk ik deze bergjes weghalen. Kijk, deze lagen laat ik gewoon. Maar alles hierboven ga ik weghalen. En ik kan dit dirt. Ik kan hier trouwens even dit gat even invullen. Want dit is een keer gemaakt door een creeper. Zo. En dan gaan we weer even speed-uppen. Dus let's go. Oh mensen, het begint trouwens te regenen. Ik weet niet of jullie dat op de achtergrond horen, maar het begint te regenen. Ik had natuurlijk de vorige aflevering een poll gedaan. Moet ik een vis als huisdier doen met een name tag? En daaruit komt dat 66% één vis als huisdier wilt en 33% allemaal. Dus ik doe er gewoon lekker eentje. Dat ga ik binnenkort gaan natuurlijk fixen. Dus dat is natuurlijk best wel nice. En 0% zat op... nee, dat hoeft niet. Dus ja, dat is natuurlijk best wel nice. Dus dan weten jullie dat ook binnenkort komt er nog een huisdier bij. En dat wordt een vis. Laat maar in de comments achter welk vis dat is. Of stuur in de foto. Of stuur een foto in mijn Discord van een Minecraft vis die ik als huisdier moet gaan doen. En dan kan ik die vis natuurlijk als huisdier doen. Dus laten we even verder gaan met de speed-up.
Kak. Nee, mijn diamond schep is op. Dan moeten we maar gewoon overgaan naar, ik denk, iron schepjes. Ik denk dat ik er gewoon even 4 of zo maak. En dat dan wel genoeg is voor dit laatste beetje. Want even kijken hoeveel moet ik nog. Ik moet nog best wel weinig. Als het goed is nog deze berg af en dan daar nog een stukje. Maar ik denk dat ik dit stukje gewoon laat. Aangezien als ik dit echt gewoon weghaal tot en met de rand van de map. Dan krijg je zo'n lelijke rand, zeg maar. En dat wil ik eigenlijk niet. Ja, dit is natuurlijk nog best wel vet, dit stukje. Hier zitten de lama's onder. Dus ik denk dat ik als laatste dit nog even zo weghaal. En ik denk dat ik gewoon even 2 ijzeren schepjes maak. En dat dan wel genoeg moet zijn. En daarna ben ik dan klaar. Dus dat is best wel nice. Dan gaan we nog even dit steen vervangen. En dan denk ik dat ik nog even wat toortjes plaats. En dan moet het denk ik wel goed zijn. Zo, dan zijn we in de chest room. Even kijken hier. Ze hebben 2 van deze. En dat is al genoeg. Want ik zag ook dat wij al sticks bij ons hadden. Dus dan doen we even 2 van die. En hebben we weer 2 scappies. En dan kunnen we weer verder met het dirt weghalen. Zo, dan zijn we weer bij de plek aangekomen. En dan kunnen we nu weer, ja, je raadt het al, dit weghalen.
En toen waren mijn toortjes op. Zoals jullie kunnen zien, ik heb dit gehele deel al verlicht. En dit stukje moet nog even, dat ga ik lekker offscreen doen. In ieder geval, mensen, even kijken, hier is mijn boog zo. En ik heb hier ook nog een schep over trouwens. Eerst naar deze kist, want ik heb best wel veel dirt hiervan weer gekregen. Even kijken, dit zo. Bijna een hele dubbeltjes vol. In ieder geval, mensen, vonden jullie deze aflevering van Minecraft Survival nou leuk? Kun je natuurlijk belonen met een blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jullie volgende week weer bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival 2019 te zien. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende week. Later, mensen.